as a way to gather people in one place in Washington, D.C. for one weekend and invite people from all around the world, companies, investors, individuals, who want to explore investing in the United States or expanding in the United States. Ik ben onze Nederlanders even een goede jaar geleden gedaan. Ik heb het over meneer. Gerard Chinnoki. Waarom Amerikaanse producten? Ik denk dat er in Europa een behoefte is aan Amerikaanse producten. Het is een groeimarkt. Het is heel lang onderbelicht geweest. Maar door het assortiment wat wij nu voeren is heel breed. We hebben ongeveer 350 artikelen. Waarvan een gedeelte onder eigen label wordt geproduceerd voor ons in Amerika. Dan praten we over Nutisimon. Dat is de nummer 1 brand die wij voeren. Exportproduct is fantastisch. Ja? Heet het Surinaamse? Is Surinaams. Tessie staat van taste. Bon, goed. Tessiebon. Internationaal. Internationaal. We exporten naar verschillende landen in Europa, maar ook ver daarbuiten. En ik heb begrepen dat familiebedrijf, maar uw zoon van nog 13 jaar, toen zat hij in Florida, zat hij al u te wel op een paard. Er zijn dingen hier, die moeten naar Nederland. Klopt dat? Klopt, klopt helemaal. Ja, in Amerika is het natuurlijk de walala voor nieuwe producten. Wat voor soort producten zijn het allemaal? Pindakaas onder de brand Great American. Duncan Hines is het grootste merk op het gebied van cake mixen. Mercer's Wine Ice Cream, hier op de beurs. Is het de gewone ijs? Dit bedrijf is door kleine boeren opgericht, 9 kleine boeren in New York. Ze hebben eigen kettle, gebruiken de verse melk daarvan om het ijs te produceren. Sinds 1951 produceren ze ijs. En wij als American Food Service hebben de internationale sales voor hun wereldwijd. Ja, waar kan ik jouw producten vinden? Vandaag aan de dag zitten we in de grote supermarktorganisaties als een Albert Heijn, Jumbo, Spar. En wat about al die toko's die we hebben over heel de wereld? Nou, wat Surinamers zijn toko's? Ja, dat is waar bepaalde producten gaan naar de toko-markt. We hebben daar de groothandels voor in de toko's. En die bedienen dan de toko's voor ons. En tot zover deze Business Channel.